Samen spannende film kijken en tegelijk lekker snacken. Voor veel mensen is dat een gewoonte geworden, gezond of niet. Maar hoe kies je nou gezondere alternatieven? Groentechips misschien? Over deze en meer dingen ga ik je van alles vertellen vanmorgen. Welkom allemaal bij deze wekelijkse uitzending van de Eetlijn. Vandaag gaan we het dus hebben over snacken voor de tv. En normaal zien jullie altijd hier Nettie Bom. Zij is ortomoleculair therapeut en leefstijlcoach. Het is haar missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En dat doet ze door middel van informatie geven, zoals deze wekelijkse uitzendingen en de blogs daarvan. En ook door het coachen van mensen naar een betere gezondheid. En dat doet ze samen met een heel team van eetlijncoaches. Mijn naam is Ria Visser. Ik mag vandaag de honneurs weer even waarnemen, omdat Nettie een welverdiende vakantie heeft na een hele drukke periode. Dus mocht je meeluisteren, Nettie, een hele fijne vakantie toegewenst namens ons allemaal. Vandaag gaan wij dus het hebben over snacken voor de tv. En ik heb dan meteen een vraag aan jullie. Als jij wel eens snackt voor de tv, wat kies je dan en waarom kies je dat? Nou, we gaan het eerst even hebben over wat verstaan we nou eigenlijk over onder tv-voer of snacks. Waarom eten we eigenlijk voor de tv? En dan is het natuurlijk ook een mooie vraag, wat is er dan mis met dat tv-voer? En wat zijn de gevolgen daarvan? Dan wil ik het ook hebben wat ik al in de aankondiging zei over groentechips, of dat dan misschien een goed alternatief is. En dan hoor ik ook al iemand vragen van, nou, mag je dan niks eten voor de tv? Daar wil ik ook wat over zeggen. En gezonde alternatieven voor de slechte dingen. En je gaat ook de ingrediënten krijgen voor het recept voor morgen. En dat zijn deze heerlijke notenbrokjes. Ze smaken een beetje als pinda's, vind ik zelf. Ik vind ze zelf erg lekker en Nettie vond ze ook erg lekker. Dus ik hoop dat jullie ze ook lekker gaan vinden. Dus luister tot het eind, dan krijg je de ingrediënten daarvoor. En morgen kun je het recept om 8 uur hier lezen op de pagina. Even kijken, is er al antwoord gekomen op mijn vraag? In ieder geval een hoop mensen die er weer gezellig bij zijn. Ik zie Ans, Vera, Ada, Yvonne zie ik ook, die is er ook altijd heel trouw bij. Marga, ook een bekende naam. Nog geen antwoord op mijn vraag wat jullie snacken, als jullie tenminste snacken voor de tv. Vera zegt, gewoonlijk eet ik niks meer, bij een beetje honger, een makreeltje of wat kaas. Ja, hele mooie dingen die je dan eet. Nou, misschien komen er straks nog meer antwoorden. Van de week ging het op de pagina heel de tijd al over eten voor de tv. En dat was niet helemaal gespecificeerd. Sommige mensen reageerden van ja, ik eet vaak met mijn bord op schoot voor de tv. En sommige mensen vonden ook dat dat een heel rustgevend effect was. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel eens voor de tv eet. En ik herken dat wel, maar er zitten ook wel nadelen aan. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar vooral, nu willen we het vooral hebben over snacken voor de tv, 's avonds, later op de avond, als je een film zit te kijken of zo. Marga zegt, ooit chips of chocola, maar gelukkig geen behoefte meer, met een grote smiley. Ja. En Anita zegt, ik snack zelden na het eten. Nou, wat een verstandige mensen zitten hier allemaal. Nou, even wat verstaan we nu even onder tv-voer. En dan heb ik het over allerlei soorten chips, pinda's, borrelnootjes, kaaskoekjes, hartige zoutjes, kaasbolletjes, krokantjes, rijstcrackers. Nou, al dat soort spul. Dat, je herkent het wel, je snapt wel wat ik bedoel. Ja, waarom gaan mensen eigenlijk voor de tv eten? Ja, dat kan een heleboel redenen hebben. Heel vaak wordt eten toch geassocieerd met gezelligheid en samen zijn.
En alles wordt tegenwoordig gecombineerd met eten, of het nou vreugde of verdriet is, vieren en delen. Altijd komt er weer eten op tafel. Dat is eigenlijk best bijzonder. En als we voor de tv gaan zitten en gezellig samen een film kijken, lijkt het soms wel alsof daar ook eten bij hoort. En dan echt snackdingen. En dan, ja, het is best bijzonder dat het Netflixen, dat een werkwoord geworden is. Nou, daar hoort dan ook eten bij. En onderschat ook de invloed van de reclame niet. In allerlei reclames zie je etenswaren voorbij komen. En ook in de reclameblokken flitst er van alles voorbij. En de invloed van reclame is veel groter dan dat we zelf denken. Je kan denken van, oh, maar dat heeft geen invloed op mij. Nou, allerlei psychologische onderzoeken hebben uitgewezen dat het eigenlijk bijna op iedereen wel toch wel vat heeft. De reclame onder films, ja, inderdaad, Pia, dat is echt gigantisch. Dus allerlei redenen om te gaan eten voor de tv. En dan heb ik het nog niet eens gehad over emotie eten en emoties en verdriet en vermoeidheid en weet ik veel wat wegeten. Dat is natuurlijk ook een probleem wat veel mensen kennen. Maar daar gaan we het nu even verder niet over hebben. Ja, en dan kun je natuurlijk afvragen van wat is er dan mis met dat spul? Nou, vooraf wil ik zeggen, het gaat er niet om, wat Nettie altijd zegt, het gaat er niet om wat je af en toe eet, maar wat je altijd eet. Dus als je eens een keer iets voor de tv eet of iets slechts, is dat helemaal niet zo'n probleem. Maar wat is je gewoonte? Daar gaat het eigenlijk om. En als je dan kijkt naar de ingrediënten van al die dingen die ik net opnoemde, dan word je daar meestal niet zo heel vrolijk van. Zonnebloemolie, suiker, transvetten, andere ontstekingsbevorderende vetten en een heleboel kleur, geur, smaakstoffen, conserveringsmiddelen en heel veel zout. Als je de eetlijn al wat langer volgt, weet je dat dat allemaal niet zulke gezonde ingrediënten zijn. Het is dan ook zeer bewerkte voeding. En hoe bewerkter een product is in het algemeen, hoe minder gezond het ook is. En daarbij, je blijft er ook van eten. En dat heeft te maken met dat beruchte stofje waar we het ook al wel vaker over hebben gehad. E621, gistextract, MSG. Maar het heeft er ook mee te maken dat je als je voor de tv zit, is je aandacht meestal toch meer gericht op wat je ziet. Dus dan zit je gedachteloos te eten, waardoor je het signaal van je lichaam van nou, ik heb genoeg gehad, ik zit vol, niet opvangt. En dan ga je veel te veel eten en je blijft maar door eten. Daarnaast komt er ook vaak ongezond drinken bij op tafel. En hoe vaker je het doet, hoe meer het een gewoonte wordt, hoe meer je tv kijken gaat associëren met eten en snacken. En dan ga je het zelfs missen als je het een keer niet doet. Dus dat zijn best wel ja, rode vlaggen eigenlijk. Marga zegt, ik had altijd een onrustig gevoel en moeheid was een trigger. Nu gelukkig niet meer en ik eet in principe na 8 uur niet meer. En mijn lichaam is dit patroon nu gewend. Ja, precies. Daar kun je dus ook gewoon weer je lichaam aan wennen. Gewoontes kun je veranderen. Alleen je moet daar vaak wel bewust aan werken. Maar heel mooi dat je dit even aangeeft. En wat zijn dan de gevolgen van 's avonds laat snacken? Vorig jaar is daar ook een uitzending over gegaan, over avondsnacks. Ik wil daar nu alleen even kort de dingen aanstippen die er toen ook aan de orde zijn geweest. Het geeft 's avonds laat nog eten, geeft verstoring van de hormoonbalans tussen ghreline en leptine. En ghreline is het hongerhormoon en leptine is het verzadigingshormoon. En dat heeft er mede mee te maken dat 's avonds laat is je insulinegevoeligheid minder. Dus de invloed van suikers, van voeding, is veel groter op je bloedsuikerspiegel dan 's morgens en overdag. En mede door dat 's avonds laat snacken kun je vaak moeilijker in slaap komen. Slaap je ook minder diep. Dus dat heeft dan weer invloed op je slaapkwaliteit.
En dat kan dan ook weer allerlei gevolgen hebben, zoals ook weer de volgende dag heel veel honger hebben. En je lichaam komt niet tot rust. Je lichaam, de nacht, de slaap is om te herstellen. Maar als je 's avonds laat nog snackt, dan is je lichaam bezig, heel druk bezig met de voedselvertering. En dan heeft het lichaam geen rust en geen tijd om verder tot rust te komen en te herstellen. Vaak heb je ook last van brandend maagzuur dan 's nachts als je 's avonds laat nog eet. En laaggradige ontstekingen zijn daar weer het gevolg van al die dingen. En laaggradige ontstekingen zijn weer mede oorzaken van heel veel chronische ziekten. Waarover ik denk ik ook niet zo heel veel hoef te vertellen als je net die al wat langer volgt. Laaggradige ontstekingen zijn echt funest voor je hele lichaam en kunnen allerlei lange termijn gevolgen hebben. En nogmaals, als je eens een keer wat 's avonds laat nog snackt, is dat helemaal geen probleem. Maar als je daar een gewoonte van maakt, dan kan dat wel degelijk hele vervelende gevolgen hebben. Ja, en toen kwamen een paar jaar geleden de groentechips op de markt. Dat was het gezonde alternatief, leek het, dachten mensen. Wie heeft er hier wel eens groentechips gegeten eigenlijk? Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Schrijf maar even in de chat. Ja, groentechips, dat klinkt natuurlijk ontzettend gezond, want het is van groente gemaakt. Maar helaas moet ik je dan toch teleurstellen. Want als je gaat kijken op de verpakking daarvan, kom je vaak ook, niet altijd trouwens, maar vaak ook weer heel ongezonde ingrediënten tegen. Heel vaak zijn ze gefrituurd in, daar heb je het weer, zonnebloemolie. De ontstekingsbevorderende omega 6, zeer geraffineerde olie. Daarnaast zit er ook vaak suiker en heel veel zout op. En door het bereidingsproces zijn er ook transvetten gevormd. Ant zegt ooit wel eens, maar nu absoluut niet meer, die groentechips. En Yvonne zegt ook ooit gegeten. En Marga zegt wel geprobeerd, maar niet zo lekker door de E621. Ja, soms zit dat erop, niet altijd. Maar soms kom je dat inderdaad ook tegen. Dus ja, door het hele bewerkingsproces en al die ingrediënten zijn het sowieso al geen gezonde snacks. Daarnaast is er nog een probleem. Ze zijn vaak gemaakt van groenten met heel veel koolhydraten. Bietjes, wortels, pastinaak, dat soort groentes zijn daar op zich heel geschikt voor om chips van te maken. En met die groenten is op zich niks mis. Maar als je ze gaat bereiden als groentechips, ik weet niet of je het wel zelf geprobeerd hebt, maar dan eet je zo een hele berg weg. En als je dat in groenten zou eten, zou dat echt een heel groot bord vol zijn. Dus ongemerkt krijg je dan een heleboel koolhydraten binnen. Je in één portie, en dan heb je niet eens zoveel, zit zomaar 10 gram suiker. En dat is wel 2,5 suikerklontje. Dus dat is best iets om bij na te denken. En dan zeker als je dat 's avonds laat doet. Ik zei het net al, je insulinegevoeligheid is veel minder 's avonds. Dus dan krijg je 's avonds laat nog een hele stoot koolhydraten binnen. Dus ook daarom zijn groentechips niet zo'n goed idee. En misschien nog wel het grootste probleem is dat ze gefrituurd worden. En bij dat frituurproces wordt heel veel acrylamide gevormd. En dat is best bijzonder, want in gewone chips, daarbij wordt ook acrylamide gevormd. Maar daarvoor zijn allerlei normen vastgesteld. Van er mag zoveel acrylamide per 100 gram chips in aardappelchips zitten. Als je nou gaat kijken hoeveel acrylamide er in groentechips zit, is dat vele, vele, vele malen meer. Dat is echt schrikbarend. En hoe kan dat nou? Heel simpel, omdat er geen normen zijn voor acrylamide in groentechips. En waarom zit er nou veel meer acrylamide in groentechips dan in gewone chips? Dat komt doordat er in groentes zit er veel meer vocht.
En om er chips van te maken, moet er dus veel meer vocht aan onttrokken worden, waardoor ze veel langer gefrituurd worden. En hoe langer je frituurt, hoe langer je dat verhit op hoge temperatuur in die olie, hoe meer acrylamide wordt gevormd. Dus het is eigenlijk zelfs een heel giftig goedje. Als je meer wilt lezen over acrylamide, moet je even wachten op het blog morgenavond hier op de pagina. Daar staat een link in naar de uitzending die we vorig jaar hebben gegeven over acrylamide. En het belangrijkste wat je van acrylamide moet weten is dat het heel kankerverwekkend is. Dus drie redenen waarom groentechips echt geen goed alternatief zijn. Hoe gezond het ook klinkt. En misschien denk je van, oh, ze liggen in de natuurwinkel, dus het zal wel goed zijn. Nou, niets is minder waar. Ook in de natuurwinkel moet je goed opletten wat je koopt. De ingrediënten zullen dan misschien oké zijn, maar het hele bereidingsproces en wat ik dus zeg van de acrylamide, absoluut ongezond spul. En Vera zegt, ik heb het al twee keer geprobeerd om te gegeten om te proberen, maar het is toch niet zo mijn ding. Nou, ik zou ze maar mooi lekker in de winkel laten liggen. En dan hoor ik iemand vragen, mogen we dan helemaal niks eten voor de tv? Nou, voor mij mag alles. En ik weet zeker dat dat van Tante Nettie ook mag. Het is alleen zo dat wij informatie kunnen geven op basis waarvan je zelf kunt beslissen wat je doet. Want het is je eigen verantwoordelijkheid wat je wel of niet in huis haalt en wat je wel of niet eet. Maar dan heb ik nog wel een paar tips voor je. Maak er geen gewoonte van. Eén keer per week is meer dan mooi genoeg, lijkt mij. En bedenk ook van tevoren wat je wilt eten en hoeveel je wilt eten. En eventueel kun je daar zelfs afspraken over maken met je huisgenoten of degene met wie je voor de tv gaat zitten. En kies dan ook iets wat je echt lekker vindt en geniet daar ook van. Ja, ze zeggen wel eens van je kunt je voedingsmiddelen, producten een cijfer geven. En als je het een 8, een 9 of een 10 geeft, nou dan kun je het eten. En lager dan 8 is misschien zelfs al dubieus. Lager dan 8, laat het dan alsjeblieft liggen, want dan geniet je er eigenlijk niet eens van. Nou, dat is een leuke tip. Maak zelf hapjes. Eetlijnproefhapjes zijn recepten genoeg al verschenen op de wekelijkse receptenpagina. En als je voor de tv zit, dan komen er van die irritante reclameblokken voorbij. Nou, die kun je mooi gebruiken om eventjes te bewegen. Eventjes naar de wc gaan, eventjes de benen strekken, eventjes wat bewegingen doen. Ook dat kan helpen om je bloedsomloop weer even te stimuleren en de verbranding ook nog wel een klein beetje meer op gang te maken. En dan nog een tip. Ja, probeer het misschien gewoon eens zonder hoe dat is. En je kunt wat bouillon nemen of kruidenthee of eventueel chocolademelk van sojamelk met een druppeltje stevia erin. Ook heerlijk, heb je toch iets in je handen, iets te drinken. En nou, ook dat, ik weet niet meer wie het net zei, maar je kunt je lichaam ook weer wennen aan andere gewoontes. En als je weer een nieuwe gewoonte hebt geleerd, dan weet je niet meer beter. En dan heb ik nog een paar ideeën om gezondere, echt gezondere alternatieven, als je toch iets wil snacken voor de tv. Neem een handje onbewerkte noten. Of stop die noten even in de airfryer met wat culiëet en wat green sweet syrup. Dan heb je ook heerlijke borrelnootjes. Of lekkere snackblokjes. Vorig jaar is daar een recept van geweest. Er komt ook een link in te staan in het blog. Of het is misschien een beetje ouderwets, maar gewoon een spiesje met kaas, tomaatjes, augurkjes, komkommer. Dat soort dingetjes, ook altijd heel lekker. Je kunt toastjes maken van eetlijnbrood. En daar lekker wat
een smeerseltje op met guacamole of andere lekker zelfgemaakte smeerseltjes. Je kunt een blokje kaas nemen, maar pas dan wel op dat het niet te veel is en niet te laat. Een gekookt eitje omwikkeld met rookvlees. Alleen bij dat rookvlees moet je dan wel weer oppassen dat daar weer geen beroerde ingrediënten in zitten. Of een stukje koude kip of kalkoen of zelfgemaakte, zelfgekruide gehaktballetjes. Van kip gehakt of rund gehakt. Ook dat is gewoon heel lekker. Je kunt ze zelfs nog even opwarmen als je dat wilt. En ja, nogmaals, af en toe snacken is helemaal geen probleem. Maar maak er zelf geen gewoonte van. En ja, als je het doet, geniet er dan ook echt van. En let op wat je eet. Er zijn heus wel gezonde dingen te vinden waar je je lichaam een plezier mee doet en niet mee plaagt. En als je de eetlijnmethode volgt, ja, dan krijg je ook echt een schat aan informatie op basis waarvan je zelf hele gezonde keuzes kunt maken. Want je hoeft echt niks te missen. Dat is de ervaring van heel veel eetlijncliënten. Je mist helemaal niks. Je eet elke dag lekker. Wat dat betreft vind ik het zelf altijd een rare uitdrukking. Zo van, ik wil iets lekkers eten. Net alsof je met gezond eten nooit wat lekkers eet. Ik eet elke dag lekker en ik eet elke dag gezond. Want ik vind dat gezond eten lekker is. Maar dus ook als je wilt snacken, is daar best iets gezonds te bedenken. Ah, kijk, Vera geeft ook nog een mooie tip. Een haakwerkje helpt ook. Ja, ja, er zijn allerlei dingen die je kunt doen met je handen. Hè? Want vaak is dat wel ook de behoefte van mensen. Je moet iets in je handen hebben. Nou, een haakwerkje kan inderdaad helpen. Of een breiwerkje. Of iets anders wat je kunt friemelen met je handen. Goeie tip, Vera. Dank je wel. Nou, als jullie verder nog opmerkingen of vragen hebben, zet ze gewoon rustig in de comments. Dan ga ik later vandaag daar nog even op reageren. En dan het recept van deze heerlijke notenbrokjes. Ik ga de deksel even afdoen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat is altijd lastig met die. Ja, ze zijn echt heel lekker. De ingrediënten daarvan. 50 gram. Walnoten, 50 gram hazelnoten en 50 gram amandelen. Nou, als je die niet allemaal, al die soorten hebt, kan het ook met één of twee soorten, geen probleem. Dan nog wat pompoenpitten en wat zonnebloempitten. Een eetlepel chiazaad. Wat pittige zelfgeraspte kaas. En verder curry en zout. Curry, maar je kunt ook andere kruiden nemen als je dat lekkerder vindt. En een biologisch eitje. En dan krijg je morgenochtend om 8 uur kun je het recept hier op de pagina lezen. En dan het thema van volgende week natuurlijk. Dat is weer een heel ander thema, iets minder gezellig. Het thema is jicht. Kun je heel veel last van hebben. Ik ken het gelukkig niet uit eigen ervaring. Maar ik ken wel mensen die er last van gehad hebben. En daar gaan we het volgende week over hebben. Alle ins en outs en do's en don'ts. En dan wens ik jullie een heel prettig weekend. Met prachtig weer nog. Dus geniet ervan. En tot volgende week. Dag!